taak om het vanavond te proberen goed te maken. De wedstrijd met balbezit van Rotterdam in het wit. Tegen de Groningers die dus met vuur speelden in de eerste partij. De score is meteen van McGuthrie. De Amerikaan die zoveel zelfvertrouwen en flair binnen de ploeg van Rotterdam bracht. Het was dus spelen met vuur wat Donar deed in die thuiswedstrijd. Want een tweede nederlaag is direct einde seizoen voor de ploeg die op de eerste plaats eindigde. Gedeelde eerste plaats weliswaar. Maar toch, dat is een voordeel waar je het hele seizoen voor werkt. Hier is Dusan Savic voor Rotterdam, scorend. En dus gaat Rotterdam aan de leiding in het begin. De rebound dan voor Patrick Veit Herbe. Als de Groningers ook mee gaan doen. Veit Herbe met de driepunter. Jawel. En zo was er dus spanning vanaf het begin af aan in Sporthal Rijnmond Noord. Voor deze gelegenheid ook helemaal vol. En wederom twee ploegen die volledig tegen elkaar opgewassen waren. Scoren voor de Groningers. Van Scott Snyder. Hier is Elko Derks. Die mist de rebound weer voor Scott Snyder. Mike Vreeswijk. Grote stappen naar de overkant. En weer Veit Herbe. Dit keer mist hij de driepunter en er staat een rebound voor Scott Snyder. Michel van Houten voor Donar. En Scott Snyder wederom met de score. En zo lopen de Groningers iets uit. De Groningers die vorig jaar werden verrast in de halve finale door Amsterdam. Dus ze moeten nu uitkijken dat ze niet al in de kwartfinale struikelen. Hier is weer McGuthrie, het vliegwiel van de Rotterdammers en de Servische center. Slobodan Kalicjanin, 2,11 meter brengt hij in de strijd en daar hadden de Groningers vaak moeite mee. Scott Snyder tegen Kalicjanin. Omhoog, bal over de ring, maar de rebound is voor een ploeggenoot. En uiteindelijk toch voor de Rotterdammers, voor Elko Derks. Tempo weer van Chris McGuthrie. In een fase waarin Rotterdam weer terugkwam. Verschil nog maar 2 punten, 25-27. Dusan Savic. Elko Derks en Kalicjanin. Kort balletje dat van de ring afspringt. En een opraper voor Mike Vreeswijk. Vreeswijk van ver met de driepunter. En zo gaat Donar weer aan de leiding. 28-34. De ploeg heeft natuurlijk wel iets meer ervaring op playoff gebied dan de Rotterdammers. Maar die hebben dus het thuisvoordeel. En een scorende Rob de Graaf. En bekende Rotterdammers op de tribune. Patrick Veit Herbe vindt daar Donald Thomas. De man die gehuldigd werd in de eerste wedstrijd als meest belangrijke en succesvolle speler van Donar. En dat feestje, dat was een van de redenen waarom Pinas zo kwaad was. De belangrijkste wedstrijd van het jaar spelen en dan uit je concentratie gehaald worden door een feestje. Dat zat hem verkeerd. Elko Derks scoort dan voor de Rotterdammers op slag van rust. Die ingaat bij 41-43. Klein verschil dus. En dat kleine verschil wordt direct goed gemaakt door Dusan Savic. Ploegen weer gelijk, 43-43. Onderschepping van de thuisclub. En een mooie score voor Chris McGuthrie. Donald Thomas. In de tweede helft waarin het heter en heter zou worden. Voor de volgers en voor de spelers. De driepunter van Mike Vreeswijk. Zorgt voor 45-49. Veit Herbe tegen McGuthrie. En dan weer de onderschepping van Dusan Savic. En weer een inlegger voor McGuthrie. Voorsprong dan nog altijd voor Donar, zei het een kleine. Vreeswijk. En Veit Herbe voor een van zijn vele driepunters. Dan is het gat al 10 punten, 51-61. Even hangt het voortbestaan van de Rotterdamse ploeg aan een touwtje. Maar direct komt Elko Derks terug met de score. 53-61. En is er dus nog alle hoop voor de thuisclub. Zeker als Dusan Savic, hij speelt met 4 fouten, toch in de wedstrijd kan blijven. Hij is heel belangrijk. Hij zorgt dat het gat weer bijna dicht is. Het is 60-62. Hein-Gert Riemstra. Waar is het gaatje waar Donar de score kan vinden? Vreeswijk en het blok van Kalicjanin. Savic met risico, maar de
Verdediger krijgt de fout. En Savic zorgt voor 62 gelijk. Dan zijn we bijna in de slotfase van de wedstrijd. Er is nog altijd geen licht tussen de ploegen. Hier wordt McCuthrie gevonden voor een prachtige score. 1 punt voorsprong voor Rotterdam. 65-64. Houdt Donar de zenuwen in bedwang. Veit Herbe moeten ze weer redden. Veit Herbe met de 3 punten. 65-67. En kunnen de Groningers hun fout van afgelopen dinsdag goedmaken. Kalitjanin naar binnen. Hij speelde een goede wedstrijd. 71-67. 4 punten voorsprong voor de thuisclub. Nu moet Donar. Een belangrijke seconde stikken weg. Koen Rauhorst is in de ploeg gekomen met nummer 15, de center. Het zoeken is naar hem. Kan hij tegen Kalitjanin op? De rebound dan voor Vreeswijk. De rebound voor Koen Rauhorst. En de score van Koen Rauhorst. Verschil nog maar 2. 71-69. Tony Vujanic, de coach van Rotterdam. Hij weet dat het erin zit. Veit Herbe. Het tempo op Donald Thomas. Rebound voor Kalitjanin. Tot enthousiasme van het vele publiek. Chris McCuthrie durft niet van heel ver, maar wel van dichtbij. Krijgt een map van Rauhorst, maar mist wel. Donar kan overnemen. Vreeswijk, en daar is weer Veit Herbe. Naar binnen, en daar is wederom Koen Rauhorst die de ploeg redt. Koen Rauhorst heel belangrijk voor Donar. 72-71. Veit Herbe. Donald Thomas met moeite de bal binnengehouden. Weer Veit Herbe. Veit Herbe omhoog. En daar is Hein-Gert Triemstra voor een hele belangrijke driepunter. 55 seconden van het einde. 74-77. Savic direct met de score. 76-77. Spanning tot in de laatste secondes. Triemstra. Veit Herbe. En de fout op Veit Herbe van McCuthrie, vindt scheidsrechter Van de Graaf. 19 seconden van het einde. 1 punt voorsprong voor Donar. Veit Herbe benut zijn tweede vrije worp en maakt het verschil 3. 76-79. Rotterdam kan nog 1 driepunten schieten. Slotseconde. Komt die driepunter er ook. Bal gespeeld op Kalitjanin, maar buiten de lijnen. Dus balbezit voor Donar. Dat de tijd kan uitspelen. 76-79 wordt uiteindelijk voor de Groningers. Die zich daarmee revancheren voor de eerste wedstrijd. Het is 1-1 in wedstrijden gerekend. Zaterdag een extra partij en dat zullen ze vooral in